In elke buurt had je wel een bekende kickbokser. In Oost had je Badr Hari, Hossam Omrani. In West heb je Fikri Tiarti, in Noord de Alatmani. Je hebt overal toppers. Of in Zuid. Je hebt vroeger Anwar Jaguar gehad. Dat is ook weer verleden tijd. We hebben weer iemand nodig die de buurt moet representen. Dat doe ik nu. Ik ben Hamza Asali. Ik word ook wel Hamza Soussi genoemd. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Amsterdam-Zuid. In de Pijp. Natuurlijk heeft het ook nadelen gehad. Veel hangjongeren. Veel criminaliteit. Gelukkig heb ik mijn best kunnen doen op school en altijd met mijn sport bezig gehouden. De relatie tussen mij en Mosem is erg goed. Los van dat hij mijn trainer is, zijn we ook erg goede vrienden. We hebben ons momenten dat we grapjes met elkaar kunnen maken. We hebben ook ons momenten dat we gewoon dat ik hem als mijn trainer zie. Niet als een vriend. Ik heb mijn eerste nieuwelingpartij heb ik bij hem gevochten. 3 nieuwelingpartijen, 6 C-partijen, 8 B. Ik heb laatst mijn 10e A-partij gevochten. Ik heb ze allemaal gewonnen met Mosab. Sinds 5-6 maanden train ik ook bij Top 10 BVV onder leiding van Hans Nijman. Sinds ik daar binnenkwam wist hij gelijk hoe hij met mij te werk moest gaan. Ik kon gelijk goed met Hans opschieten. Nu heb ik 2 toptrainers. Niks kan mij meer stoppen. Goed zo. Moet hij in dekking blijven? Moet hij in dekking, Dylan? Ja, je lijkt de dekking zakken, man. Je hebt die dekking op de heupen staan. Er is een hele grote druk op me. De zaal is helemaal vol met vrienden van mij. Die kan ik ook niet zomaar teleurstellen. Voordat ik de ring in ga, vraag ik Allah om mij te beschermen. Ik vraag hem niet om mij te laten winnen. Ik kan niet van Allah vragen, laat me dezegene slopen. Dat is geen vraag die ik aan Allah stel. Maar ik vraag hem wel om mij te beschermen. Ik vecht tegen een Braziliaan. Het is een allround vechter. Het wordt gewoon een harde pot. Met mij als winnaar. Mosab weet precies hoe hij mij moet trainen voor elke partij. Hoe hij me traint voor een partij, zo vecht ik. Mosab maakt de gameplan en ik voer het uit. Ik ben een vechter die sowieso 100% komt om te knokken. Ik ben een vechter die zijn tegenstander altijd moeilijk probeert te maken. Ik ben een vechter die dat kan incasseren. Ik geef niet zomaar op. Dan moet je me echt zien neer te krijgen. En dat is ook een best lastige zaak. Ik maak mijn punten. Als er een KO valt, valt hij. En als hij niet valt, ja, dan ben ik gewoon punten. Ik heb ook nooit in de partij opgegeven, alhamdulillah. Dat zal ik ook nooit doen. Ik ben best wel een countervechter, ik counter alles. Ik blijf ook druk zetten. Ik ben eigenlijk gewoon een complete vechter. Ik ga knallen, ouwe. Kapot maken, bro. Vuurwerk. Vuurwerk, precies. Thank you.
bij de winnaar. Die komt uit de rode hoek. Hamza Saleh Soussou. Stukje op de kassel, die maak je niet wachten.